Hi, welkom bij deze video. Ik ben Yvonne Pech van GroteBeer.net en in deze video gaan we tappen tegen boosheid. Geef jezelf een cijfer tussen 1 en 10 over hoe boos je bent. Dus 1 is helemaal niet boos en 10 is echt woedend. En dan gaan we beginnen. Doe en zeg mij maar na. Ik ben boos en toch hou ik van mezelf en accepteer ik mezelf volledig. Hoewel ik boos ben, hou ik van mezelf en accepteer ik mezelf volledig. Ik ben boos. Ik ben zo kwaad. Ik ben woedend. Iemand heeft iets gezegd of gedaan en is daarmee over mijn grens heen gegaan. En daarom ben ik zo boos. Ik voel het in mijn lijf. Ik voel het in mijn buik. Ik blijf er maar over piekeren. En ik blijf me maar woedend voelen. En hoewel ik boos ben, hou ik van mezelf en accepteer ik mezelf volledig. Ik ben boos. Ik ben zo kwaad. Ik ben woedend. Iemand heeft iets gezegd of gedaan waarmee ze over mijn grenzen zijn gegaan. Daardoor heb ik het gevoel gekregen dat ze mij niet respecteren. En daar ben ik zo boos over. Ik kan het maar niet loslaten. Ik blijf er maar over denken. En dan voel ik die kwaadheid weer omhoog komen. Ik kan er niet door slapen. Ik voel me opgefokt. En ik kan het maar niet loslaten. Als er iets is wat ik moet doen of zeggen om deze boosheid los te kunnen laten, dan doe ik dat. Want uiteindelijk heb ik meer last van deze boosheid dan een ander. Als er iets is wat deze boosheid mij oplevert, dan kies ik ervoor om hetzelfde op een betere, fijnere, gezondere manier te bereiken. Zodat ik deze boosheid helemaal los kan laten. Want hoewel deze boosheid ervoor zorgt dat ik me krachtig en sterk voel, weet ik dat het vasthouden van deze boosheid niet goed voor me is. Dus ik los op wat ik op kan lossen en ik laat de rest los. Zodat ik me rustig, kalm en vredig kan voelen. Want ik weet dat ik dat verdien en dat ik dat waard ben. Als er onder deze boosheid nog verdriet zit, een gevoel dat ik niet gerespecteerd, gewaardeerd ben, dat er niet van me gehouden is, dan ben ik bereid om daarnaar te kijken. En alle gevoelens van niet goed genoeg zijn los te laten. Ik
Ik weet dat ik liefde waard ben. Ik weet dat ik respect waard ben. Ik weet dat ik waardering verdien. En ik laat alle twijfel daarover nu volledig los. In lichaam, geest en ziel. Oké, haal diep adem. Heel goed. Ik hoop dat dit geholpen heeft, zodat je minder boos voelt. Geef jezelf nog een keer een cijfer tussen 1 en 10 om te kijken hoe boos je nu voelt. En herhaal de komende dagen indien nodig. Als je even een like geeft op de video, kun je er altijd bij terugkeren als je daar behoefte aan hebt. Je kunt je ook abonneren op mijn kanaal, dan mis je nooit de nieuwste video's. En kijk ook zeker even op mijn website www.groteweer.net voor nog meer interessante informatie. Fijne dag!